voetbal sinds dat ik in Amerika ben, 2011. En 16 wedstrijden ongeslagen. Om een titel te winnen is natuurlijk al heel speciaal, maar om hem te verdedigen, en zeker in deze setting, was gewoon helemaal te gek. Dus hij is heel erg gedisciplineerd. Hij is mentaal heel erg sterk. Dus ik denk dat hij kampioen blijft voor een tijdje. En ik doe bij mij op de sportschool heel veel dingen die ik gewoon in Nederland ook doe. Veel overnames met partners. En in Amerika doen ze toch heel veel padwork. En ik denk gewoon dat dat beetje Hollands dat wij hebben, overnames, elkaar trappen en stoten, dat die jongens heel sterk maken. En dat hebben ze in Amerika, doen ze dat gewoon veel minder. Iedereen wil wat op de pads. Als ik over grote kickbokstrainers praat, dan praat ik over Jan Plas, Kormers en Lucien Cabin. En natuurlijk Mike, en zijn ook allemaal goede jongens. En iedereen doet het op zijn manier. En ik denk dat ik het op mijn manier doe. Het is toch MMA. Heel veel mensen zeiden in het begin, het wordt helemaal niks. Maar nog wat ik al zeg. Ik heb een UFC-kampioen, een Bellator-kampioen, ONE-FC-kampioen. Dus ja, ik heb eigenlijk alle organisaties heb ik een belt gehaald. En kickbox ook. En ik heb zelf ook gekickboxd. Dus ja, maar nogmaals, in Amerika is het toch een beetje anders dan Nederland. Ik word hier wel gevraagd voor interviews, maar ik ga niet naar elk interview. En ik vind toch dat het een beetje meer om de vechten moet gaan, denk ik. Want hier heb je ook de Award of the Year, de Trainer of the Year. Maar ik ben nog steeds van mening dat als je iemand van de straat neemt die privéles bij jou doet, of een jonge jongen die bij je begint, of een Kamaru Usman die begint met niks, en je maakt daar een kampioen van, dat is heel wat moeilijker dan John Jones of Conor McGregor die binnenkomt. De sportschool van Conor McGregor is Conor McGregor, maar wie meer? Want wij hebben toch Usman, Wilder Rashad, Anthony Johnson, Vincent de Luque. We hebben heel veel goede jongens in die sportschool. Dat wil toch zeggen dat we een goed systeem hebben. En dat is Greg Jones, een van de beste worstelaars die er ooit in Amerika is geweest. Kami Barzini, die was eerst met ATT. En we hebben het toch met z'n drieën voor elkaar. We zijn ook met z'n drieën maar de trainers van 60 vechters. Ik hou nog steeds elke dag 7, 8 mensen op. Ik wou vanavond naar huis, maar ik ga nu morgen om 6 uur naar huis. Ik kom thuis zondag, rustig. Maandag ben ik weer bezig. En volgende week zondag vlieg ik naar Japan van Michael Chandler. Die vecht. En daartussendoor moet ik ook nog naar Hawaii. Daar heb ik een Bellator jongen. Vecht een hele talentvolle jongen. Dus, en ja, dat blijft gewoon zomaar doorgaan. En ik heb al een sportschool, maar ik heb nu een tweede locatie. Die wordt geopend over een paar weken. Dat is state of the art. En wij zijn ook het eerste MMA-team die echt een officiële sponsor hebben. We worden gesponsord door Sanford Medical. Die hebben 380 ziekenhuizen in Amerika. Het is een $22 billion company. Daar worden wij door gesponsord. We hebben dokters die bij ons zijn. Dus wij zijn toch een beetje, en nogmaals, niet alleen ik, maar onze hele groep mensen zijn toch een beetje de game aan het veranderen. Want als jij vliegt met je eigen doktoren, privévliegtuig voor de wedstrijden, en je hebt gewoon een kliniek op je sportschool, ja, dan doe je het gewoon goed. De sportschool loopt heel goed. We hebben geen amateurs. We hebben amateurs die zelf in het developmental team zitten. Dus we hebben alleen maar pro's. Je kunt niet gewoon lid worden. Dus het is alleen maar full pro. Dus ja, we doen het gewoon heel goed. En nogmaals, als je dat soort mensen als Rashad, die allemaal kampioen zijn, zoals Robbie Lawler, Kamaru Usman, die zitten allemaal bij op de sportschool. En die andere jongens, die oudere jongens zoals Rashad, Robbie Lawler, dat zijn onze teamcaptains. Die hebben zoveel ervaring. Weet je, het is heel makkelijk werk ook. Als ik in die band zijn hun daar. Dus het gaat gewoon heel goed. En ik heb niet echt een rivaliteit met ATT, omdat nogmaals, die zijn ook gefocust op gewone studenten en alles. We hebben natuurlijk ook heel veel vechters. Wij doen gewoon ons eigen ding. En in de tijd van de Black Zillions hebben we heel vaak tegen ATT gevochten en hebben we ze heel vaak verslagen. Kijk opent je ogen. Ga naar kijk.nl. Je ziet meer met Kijk.